De rustdag is een dag dat wij even tot adem kunnen komen, maar voor de monteurs is het echt een hele drukke dag. De auto die wordt vol geïnspecteerd, alles wordt nagekeken. Alles moet helemaal nieuw zijn, inclusief onszelf. Wij worden vandaag ook goed gemasseerd bij te komen om, weer vol aan de bak te gaan volgende week. We hebben gisteren een paar flinke impacts gehad aan de onderkant van de auto. We gaan het dadelijk even bekijken. Ik wil dadelijk even een ronde maken met de monteurs om samen met de monteurs te kijken of ze ook dat hebben gezien wat ik gevoeld heb. En dat we samen zeker weten dat alles goed is en dat de Hilux weer klaar is voor volgende week. We hebben hier flink impact gehad aan de voorkant van de auto. Waar hier de stuurhuis zit van de auto, daar hebben we flinke steen tegenaan gekregen. Het is allemaal net goed gegaan, zie ik. Zoals jullie zien zijn de monteurs druk bezig om alles te controleren. Als je hier kijkt naar de draagarmen links en rechts, die zijn volledig vernieuwd. Dus dat ziet er ook goed uit. We zijn hier aan de binnenkant aangekomen van de auto. Zoals jullie kunnen zien hier natuurlijk de kant waar ik zit. Belangrijkste natuurlijk het stuur, de versnellingspook en de handrem. Die zitten in deze Toyota Hilux hier rechtop voor een maximale goede zitpositie en de handling. Zodat we alleen de achter hoeven te trekken om op te schakelen en naar voren hoeven te duwen om terug te schakelen. Het is de handrem, die gebruiken we alleen om de achteren te trekken en dan werkt die. Stuur met daarin de pitlimiter voor de speedzones, een tirepressiesysteem en de horen. Wat we hier zien is aan de kant van de navigator de GPS-modules die wijzen grotendeels de weg. In combinatie met Xavier's roadbook weet hij welke kant we op moeten. Wat we hier hebben liggen is onder andere een peltor. Dat gebruiken we op de verbindingsroute, omdat de auto ongedempt is. Dat houdt in, dus zeg maar alle dempingsmaterialen die normaal in een standaard Hilux zit, is hier uitgehaald voor het gewicht. Heel belangrijk, anders hebben we echt last van je oren. Nou, zoals jullie zien is hij bijna klaar, de auto. De monteurs zijn de laatste hand aan het leggen aan de laatste checks. En zoals ik al eerder zei, het is een 100.000 kilometer check voor de Hilux. Erg belangrijk. Alles wat helemaal tot in de puntjes klaargemaakt om morgen weer maximaal van start te gaan. De Toyota Hilux Challenger. Een dikke Hilux, helemaal volgeladen met extra's. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl.